gaan trekken. Ja, maar dat is gedaan. We zijn live aanwezig in de bestuurskamer van SV Pierceel, waar we nu de verloting gaan doen voor de alle loten die verkocht zijn de afgelopen weken. U ziet hier het logo van de Rabobank en hier ziet u alle loodjes. De Rabobank heeft alles voor ons mogelijk gemaakt wat betreft het drukwerk, etc. Jan Marijn die gaat goed schudden. En we gaan live op de camera de plaatsen 1, 2 en 3 gaan we nu bekendmaken. Daar gaat hij, in de tas met spullen. Hier liggen ze allemaal. Iedereen uiteraard hartelijk dank voor de deelname. Eerste plaats. A.W. de Koning uit Oud-Beierland. Arwin de Koning. Arwin de Koning, dat is dus degene die de fiets heeft gewonnen? De fiets. De fiets. Oké. Denk ik. We gaan nu voor de tweede plaats. En dat wordt een tweede prijs. Wat is dat, dames en heren? LCD-televisie. De LCD-televisie, die gaan we nu doen. 500 euro. Hij komt uit de tas en het is geworden... Belinda Roosendaal. Oh! Belinda Roosendaal wint de televisie. Gefeliciteerd Belinda. En uiteraard ook nog gefeliciteerd Arwin. We gaan voor de derde plaats en dan stoppen we met filmen. Dan is het filmpje lang genoeg en dan weet iedereen dat het goed is gebeurd. Dat er staan hier genoeg getuigen bij. Kijk maar. Allemaal eerlijk. Een mini-laptop. En die Jack is gewonnen door... Jack op het hof. Jack op het hof. Nou, dat vinden we allemaal keurig natuurlijk. Alsof het zo moet zijn. Ja. Het moet zo zijn. Dankjewel. En we gaan nu nog verder voor de trekking. Maar dat gebeurt buiten de camera. Jullie kunnen ervan uitgaan dat het eerlijk zal geschieden. Roger out.